Een hele goede morgen en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe dagelijkse vlog. Ik ben echt net wakker, maar ik wil dit ding uit mijn haren hebben. Het is vandaag donderdag 5 januari en het is 7:30. Ik heb om 7:45 een afspraak om de auto naar de garage te brengen voor een grote beurt. Dus vandaar dat ik wakker ben, maar dit ding ga ik eruit halen. Want ik ben echt serieus zo bang voor het eindresultaat. Hier is al een plukje. Maar we gaan het eruit halen. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga het gewoon heel even hier doen. Oh, ik ben echt bang. What the hell? Oké. Check hoe dit eruit ziet. Ik heb wel serieus krullen. Oké, ik weet niet of jullie het zo iets beter kunnen zien. Maar ik heb dus gewoon krullen. Like, what the hell? Dit hier is gewoon een zieke mooie krul. Oh my god. Ja, het moet sowieso gewoon even een beetje uitzakken en een beetje uitgeborsteld worden, denk ik. Maar what the hell? Het werkt gewoon. Kijk, het ziet er nu natuurlijk echt nog heel nieuw uit. Maar check even hoeveel krullen. En dit gewoon dus van een nachtje inhouden. Oh my god. Ik vind het echt mega grappig. Ik had dit dus echt niet verwacht. Maar oké, dit is dus het eindresultaat. Ik zal het straks nog even beter laten zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Het is nu 7:45. Ik zit in de auto, want ja, ik moet de auto... Ik heb een afspraak om rond 7:15 om de auto in te leveren. Het is namelijk niet heel ver hier vandaan. Ja, de auto krijgt namelijk een grote beurt. Ik ben trouwens echt super tevreden over die krullen. Ik zal het jullie thuis even beter laten zien. Maar het is dus gewoon nog donker. Of ja, het wordt al licht. Jullie kunnen het wel zien. Maar het is nog best wel donker. Dus in ieder geval. Maar ik ga dus de auto even lekker wegbrengen. En dan loop ik daarna naar huis. Zoals ik al zei, het is dus echt helemaal niet ver. Dus het is echt maar een minuutje rijden. Volgens mij 2 minuten maar. Dus dan wordt de auto ingeleverd en gecheckt. En ik ben heel benieuwd. Maar ja, laten we naar de autogarage gaan. Oh my god, ik heb zoiets doms gedaan. Oh nee. Als dit echt zo is, dan kan ik echt huilen. Oh, mijn hele project is weg. Ik was aan het editen. Ik ben alweer thuis. Oh, nee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, jongens. Oh, dit is echt heel erg. Oké, hij is er nog. Oké, hier moet ik even van bij komen. What the fuck heb ik gedaan net? Oké, het laatste wat ik dus had gefilmd was dat ik heel even in de stress zat. Want ik dacht dus dat heel mijn YouTube-video weg was die ik dus aan het editen was. En ik was echt bijna klaar. Dus dat was ik echt heel erg om aan het stressen. En dan zit hier een haar. Deze. Maar gelukkig heb ik hem teruggekregen en heb ik gewoon ja, nog verder kunnen editen. Maar de video en de thumbnail is weer af, dus daar ben ik helemaal blij mee. Het is 11 uur. Ik was heel even wat ideeën voor TikTok aan het opzoeken. Want vandaag wil ik gewoon even wat meer vooruit werken. Qua TikTok ideeën, want nu doe ik steeds iedere keer 1 TikTok. Maar het is gewoon handiger als ik het allemaal in 1 keer doe. Maar ik kan gewoon geen goede ideeën vinden. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Het is echt heel vervelend. Maar ik dacht, ik ga jullie nog heel even goed het eindresultaat laten zien van mijn haren. Dus van de krullen. Gisteren heb ik het natuurlijk gedaan. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, zo kunnen jullie het zien. En ik moet zeggen, ik vind dit dus gewoon mooier als dat ik mijn eigen haar gewoon krul met echt een krultang. Ik vind het zo mooi. Het is gewoon echt perfecte slag en krul. En ik vind het gewoon echt heel erg mooi. Ik zal het ook even aan de achterkant laten zien. Kijk, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik vind het gewoon helemaal mooi en leuk. En ik ga dit sowieso vaker doen. Misschien doe ik het letterlijk wel weer vannacht, zodat het morgen ook weer leuk zit. Want ik vond het met slapen helemaal niet irritant. Wel een tip van mij is, ik heb dit dus gisteravond ingedaan toen ik nog een trui aan had. En ik slaap niet in een trui. Ik had namelijk ook vanochtend een t-shirt aan. Maar ik moest dus die trui over ja, dit helemaal doen. En daarna ook nog mijn t-shirt. Dus ik was blij dat het er niet uit was gegaan. Dus een tip, doe gelijk al ja, je kleren aan die je aan wilt doen die dag. Of als je gaat slapen. Maar verder, ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt heel erg mooi. Mijn moeder appte net trouwens dat wij vanmiddag gaan lunchen. Met het gezin. Geen idee waarom. Gewoon denk ik omdat mijn moeder zich ook verveelt, denk ik. Die heeft namelijk nog vrij die vakantie. We gaan om 12:45 lunchen. Het is echt super gezellig. Ik denk dat mijn broertje meegaat, mijn zusje en haar vriend. En misschien mijn zus, maar dat weet ik niet zeker. Dus super gezellig. Maar ik ga nu gewoon door met TikTok ideeën verzamelen. En de TikToks ook alvast maken. Dus dat ga ik nu doen. Ik dacht misschien is het wel leuk om jullie ook een beetje mee te nemen in hoe ik TikToks maak. Dus ik heb nu een idee bedacht. Daar staat mijn telefoon. Ik zal het even laten zien trouwens. Kijk.
Kijk, hier staat mijn telefoon en ik vind dit gewoon een mooie plek, want het is gewoon heel erg licht. Dus mijn telefoon staat hierop. En de sound gaat volgens mij zoiets als a win is a win. A win is a win. Dus ik heb er iets met shoppen bedacht. Dus ik heb ook al mijn Zara tassen erbij gepakt. En dan ga ik dus nu filmen. En ik heb hier ook twee dozen. Daar zit niks in, want dan is het lekker licht. Even mijn telefoon ook schoonmaken. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik dus een aantal TikToks opgenomen. Dit is gewoon dezelfde TikTok, maar dan verschillende soorten. Dus deze heb ik net allemaal opgenomen met dus a win is a win. En dit is hem geworden. Nou, leuk. Maar ik maak altijd dus verschillende en dan kan ik uiteindelijk kiezen. Ik had bijvoorbeeld ook nog deze. Nou ja, die is eigenlijk bijna hetzelfde, maar ik vond die andere toch leuker. Ik heb hier ook nog allemaal TikToks staan. Ik ga deze even uitzoeken en dan even kijken welke weg kunnen. Want ik heb echt te veel drafts. Volgens mij heb ik echt iets van 50 of zo. Oh nee, 36. Nou, dat valt nog wel mee. Maar ja, je ziet hier ook almost out of phone storage. Dus ik ga eventjes degene weghalen die ik niet meer wil. En de rest hou ik dan. Maar ik denk dat eigenlijk alles wel weg kan, behalve die. Oké, dit zijn de enige die dus nu nog over zijn. Ik vind deze gewoon echt heel leuk. En dit zijn allemaal TikToks die misschien ooit nog wel eventueel kunnen. Maar dit is degene die ik vandaag ga uploaden. Dus ik ga heel even nog wat meer ideeën opdoen en ook al gelijk maken. Het is nu trouwens 11:30. Nou, ik heb onder even een banaan gepakt. Ik snij mijn bananen altijd in stukken. Ik weet nog wel, op stage vorig jaar moest iedereen daar ook echt om lachen. Ik nam dan een banaan mee en ik at hem gewoon op in stukjes. Het is ook heel raar. Ik weet niet of iemand anders het überhaupt ook doet, maar ik vind het gewoon lekker. Dus ik heb gewoon een banaan in stukjes. En dat eet ik dan lekker op. Maar ik ben nog steeds bezig met TikTok zoeken, maar ik kan gewoon geen leuke dingen vinden. Dus ja, ik ga maar gewoon door tot ik iets vind. Het is ondertussen alweer wat later. Volgens mij is het bijna 10:50, denk ik. En we hebben dus om 12:45 gereserveerd. Dus ik heb mezelf weer eventjes een beetje opgefrist. Ik ga gewoon de outfit aandoen die ik al aan had. Ik heb het een beetje koud, dus ik laat deze trui lekker aan. Want die is gewoon lekker warm. Die komt in ieder geval van de Zara. Ik heb mijn cargo broek aan van de Stradivarius en mijn Nike's. Dus dit is de outfit. En wij gaan dus nu lekker lunchen. Nou, ik ben weer thuis van het lunchen. Het was echt super gezellig. Ik heb niet heel veel gefilmd daar. Maar dat komt omdat het echt mega druk was. Echt niet normaal. Dat hadden wij allemaal niet echt verwacht. Maar het was best wel druk. Het is ondertussen alweer 3 uur. Ik heb 2 dingetjes verkocht op Vinted. Dus die ga ik even inpakken. Zodat ik het dadelijk, als ik de auto kan gaan ophalen, ook nog even kan wegbrengen. Maar ik heb dus als eerste dit topje verkocht. Van de Zara. Die heb ik echt al zo lang. Die staat ook echt al heel lang op Vinted. Maar die is dus nog helemaal nieuw met kaartjes. Dus nu heeft iemand hem eindelijk gekocht. Super leuk. Want ja, mij staat hier niet zo mooi. En ik heb ook eindelijk het laatste van Able verkocht. Wat ik dus eigenlijk dus toen wilde retourneren. Maar de retourkosten te duur waren. Dus het ook nog helemaal in verpakking met kaartjes en allemaal eraan. Dat is namelijk deze sporttop. Het is gewoon een hele simpele sporttop. Dus niet heel veel speciaals aan. Alleen op de achterkant staat hier het logoetje van Able. En hier ook nog Able. Ja, dus niet heel veel speciaals. Maar het is wel gewoon een hele fijne basic. Met ook dus nog het kaartje. Dus die ga ik eventjes allebei inpakken. En dan kan ik die straks ook brengen. Ze moeten namelijk allebei naar DHL. Dus dat is fijn. Nou, ik heb het pakketje ingepakt en ik ben ook echt net gebeld vanuit de garage dat ik de auto kan ophalen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben heel benieuwd wat ze te zeggen hebben. Dus ik ga de auto nu lekker ophalen. Oké, sorry jongens. Het is ondertussen alweer 9:10. Het is echt lang geleden sinds dat ik jullie voor het laatst eigenlijk heb geüpdate. Maar ik ben echt de hele tijd bezig geweest met van alles en nog wat. Ik zou mijn hand even wegdoen, want dan komt er iets meer licht in mijn gezicht. Maar ik heb dus de auto opgehaald. Er was eigenlijk niet heel veel speciaals met de auto. Er was alleen dus een soort lekkage, want er zat iets verstopt of zo. Waardoor er dus heel veel water binnen is gekomen. Waardoor er ook een soort lek zat. En daar had ik dan, toen ik de auto ging stofzuigen, had ik daar probleem. Of had ik dat gevonden, maar ze hadden het even opgelost. En verder was er echt niks speciaals. Dus dat is gelukkig fijn. Daar kan ik dus gewoon weer lekker mee rijden morgen. En verder ben ik echt alleen maar bezig geweest met content ideeën. Voor TikTok en voor YouTube.
En dat plannen in een planning. Dus dat heb ik nu gemaakt. En ik ben er echt mega, mega blij mee. Ik zal het jullie zo even laten zien. En we hebben ook gegeten. We hadden vandaag pizza. Want meestal hebben wij donderdag of vrijdag pizzadag. En dan halen we dus pizza af. Super lekker. Ik had een pizza Hawaii. Ik weet het. Mensen hebben echt een haat- en liefdesverhouding met pizza Hawaii. Maar ik vind het dus echt heel erg lekker. Dus ik vind het heel lekker. En ik heb het lekker genomen. Maar ik zal jullie heel even laten zien waar ik de afgelopen uren mee bezig ben geweest. Kijk, dit is namelijk mijn YouTube-planning voor de hele maand januari. En dan ook vanaf december, woensdag 28 december. Toen begon natuurlijk de eerste dagelijkse vlogs. Maar ik heb hier een beetje neergezet wat ik tot nu toe allemaal al heb gefilmd. Wat er ja, voor deze week in ieder geval nog gaat komen. Voor volgende week moet ik er nog heel even kijken. Maar ik heb wel allemaal ideeën bedacht. Die staan namelijk hier. Allemaal leuke ideetjes. Dus mocht jij ook nog ideeën hebben of ja, video aanvragen, moet je het zeker achterlaten in de comments. Dan schrijf ik ze hierbij. En verder heb ik dus ook een TikTok-planning gemaakt. Ik heb echt heel veel ideeën opeens gevonden. Dus die ga ik morgen allemaal filmen. Voor dan, ja, tot nu toe heb ik tot volgende week vrijdag allemaal ideeën. Dus dat is echt super chill. Maar echt heel fijn dat ik nu ook gewoon een heel schemaatje heb. Ook voor YouTube. Want als ik dan een idee heb of een beetje een planning wil maken. Als ik bijvoorbeeld volgende week maandag even kijk in het begin van de week. Van oké, wat gaan we deze week doen? Dan kan ik dat mooi in dit schemaatje zetten. Dus echt super chill. En ja, dus allemaal ideeën. Dus dat is ook altijd handig. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Maar ja, dat kost natuurlijk ook wel wat tijd. Dus daar ben ik heel even bezig geweest. Vooral heb ik heel veel gezeten op TikTok vandaag. Dus daar ben ik ook helemaal klaar mee. Ik vind TikTok echt leuk. Maar op een gegeven moment dan ben je zo aan het scrollen. En dan blijf je gewoon een soort van verslaafd aan je telefoon. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik ga nu sowieso echt niet meer om mijn telefoon. Ik ga lekker douchen. Mijn make-up afhalen. En dan ga ik lekker lezen. Want ik wil dit boek volgende week uit hebben. Dus ik moet heel even strijden om het boek uit te lezen. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval met mijn content gewoon al lekker een beetje vooruit heb gewerkt. Dat ik gewoon een beetje meer een idee heb. En een planning met oké, wat gaan we doen? Wat voor ideeën hebben we? Dus ik heb echt al helemaal zin in. Het is ondertussen alweer 11:15. Ik moet een beetje zachter praten, want iedereen ligt al te slapen. Maar ik heb net tanden gepoetst, maar ik wilde jullie nog heel even mijn haar laten zien. Want ik heb het dus nu de hele dag losgedragen en ik heb het ook al een paar keer doorgeborsteld. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zit nog best wel erg een slag in. Vooral aan deze kant vind ik het echt nog heel mooi. Deze kant is wel iets meer eruit gegaan, maar deze kant zit echt nog heel erg mooi. Dus ik ben echt super erg te spreken over die dingen van de Action. Ik zou het zeker aanraden, vooral voor 1,60 euro. Echt geen geld. Dus echt heel erg leuk. Maar ik ga bij deze dus de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet zeker even om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik weer heel erg waarderen. En zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe vlogs. En dan zie ik jou ook weer morgen weer bij de nieuwe vlog. Doei!